Nederlands Filmfestival. De première van de meeste spion die er is zo. En dan ga ik weer iedereen interviewen. Dus ga ik even naar de outfits. En het is een film in Boogsheide. Eigenlijk wat meer gericht op de jeugd. Dus ik wil eigenlijk alles van weten natuurlijk. Ik ga mijn best om onze filmen BN'ers te spreken te krijgen. En het filmpje daarvan, dat zie je dan nu op mijn andere kanaal, Live for Fashion. Maar ik ga je even een kijkje achter de scherm geven en dat zie je op Polderbos. Dus neem je nu mee. Kijk, we staan nu aan de rode loper. We hebben net allemaal interviews gedaan en er komt dus binnenkort op Live for Fashion. Voor de première van Meester Spion. Die gaat dus vandaag in première. Ja, het is eigenlijk een film voor iedereen bedoeld, maar vooral een beetje gericht op kinderen en dat soort zaken. Dus houd het even in de gaten en binnenkort de beelden. Nou, we zitten in een hotel in het centrum van Utrecht. Ik zal jullie even kijken laten zien zeg maar wat ik zie aan uitzicht. Het is echt zo leuk. Ik vind het echt leuk om midden in de stad te zitten. We hebben een hele mooie kamer ook. Dus, en vanavond gaan we naar de première van de Windmill Massacre. Dus eigenlijk een on-Hollandse Nederlandse horror. Wel door Nederlanders grotendeels gemaakt. Maar met heel veel internationale acteurs. Dus neem ik jullie ook mee. Maar ik laat dus eerst even de uitzicht zien vanuit onze hotelkamer. We zijn nu bij de première van de Windmill Massacre. Heb ik jullie hier al iets over verteld? Het is een nieuwe horrorfilm met een Nederlands tintje, Nederlandse regisseur ook. En we zijn nu bezig om de acteurs en regisseur te interviewen. Hij zit hier achter dezelfde hand, dat is wel grappig om te zien. Ik heb net een interview met hem gedaan, dan kan je dus terug in de Live for Fashion. En een aantal internationale acteurs. Dus dat is ook heel leuk. Die heb je natuurlijk gevraagd even naar de outfit en naar de film. En nogmaals, die beelden kun je dus allemaal op de kanaal zien. Dus ik ga er niet al veel meer van geven, maar de regisseur zie je dus hier zitten. Dat is wel heel grappig. Dus we gaan nog even verder en dan neem ik de straks ook mee en laat ik even weten wat ik van de film vind. Ik heb het ook zelf ook zien, ik heb hem nog niet gezien. Ik ben heel nieuwsgierig. En dan, nou, we zijn er dus al in gegaan en de film gaat zo beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Dus, ik verwacht er heel veel van, de trailer was wel heel spannend. En ik laat jullie natuurlijk weten wat ik van de film vind. Van het filmfestival en jongens, dat is dat een feest als je een film als de Windmill Massacre binnenkrijgt. Ik zag de Windmill Massacre op een vroege zondagochtend enkele maanden geleden. Ik bleef die hele zondag die ik luierend en suffend had willen doorbrengen heel erg wakker. Met koptelefoon op hoorde ik niets van de buitenwereld, maar die buitenwereld hoorde mij wel. Ik ga het geluid die ik toen maakte nu niet nadoen. Die horen jullie vanavond, als het goed is, wel van elkaar. Wat vind ik allemaal zo mooi aan, zo goed aan de Windmill Massacre? Alle disciplines die komen zo wonderwel bij elkaar. Het reeds spannende, maar ook geestige scenario van Chris Mitchell en Susie Quitt. Naar het idee van Nick Mulcairius, het uiterst verzorgde camerawerk van Bart Beekman, de perfect passende montage van Jeffrey Dufour, wat we natuurlijk een plezier hebben gehad, toch? Jeffrey? Visual effects van Thelma Rapp, hartstikke knap. Prachtige production design van Dimitri Merkulov. Het sound design van Dior. Normaal noem ik niet alle namen, of sowieso kan ik alle namen noemen, maar deze namen kunnen niet genoeg gehoord worden bij deze film. Het sounddesign van duo Arno Willemstein en Martinelle. Muziek van Erik van Kop. En een prachtstal aan acteurs. Very, very welcome. Als Noah Taylor, Patrick Vallely. I hope I pronounce your name. Charlotte Beaumont. Ben Hart. Sandro Ishida. Fiona Hampton. Thomas White. En met letterlijk aan het roer, daar zit hier onze eigen badkreet.
Dank. Dick Jonkerius, Daniel Koenvoet. Ik dank jullie echt van de bottom of my heart dat jullie naar ons toe kwamen. Als wij roepen als Nederlands Filmfestival, wij zijn er voor alle genres, alle soorten en maten, mits het maar goed is, dan hoort de Windmill Massacre op het Nederlands Filmfestival. Ik roep nu heel graag Dick Jonkerius te horen. Presenting our film and something we worked on quite hard for the last 3 years. Thank you, Claire, for selecting us. I was pretty surprised actually that that our film got picked up and that you were so enthusiastic about it. And, we have a special relationship also, so much really was pleased with that. So we're going to do a couple of thank yous before the film. Then you will also say something after me. And then the idea is that after the film, we all go run towards the after party. Train very hard. I will definitely do that. Would you please stand up, Bart Klever, and Charlotte Bubbles, if you know that. I want to say that for me it was always very clear on what I wanted to do with the film. But now looking back on it, it must have been a big leap of faith for the actors to go and do this really bizarre kind of horror film with the Dutch director and with all this Dutch crew that are speaking Dutch most of the time. And what I think is also really cool is that after the premiere in London, that Bart Klever he was named a genius. Well, I don't know where they got that from, but yeah. It's two more persons there. Obviously, I'm forgetting everybody, but there are two persons I wrote down that I want to give some attention, and the one that was closest to me during shooting was my buddy Bart Beekman. Bart, where are you? Can you please stand up? And last but not least, after me, Sabina, can you please come to the stage? Give him a little bit of the spotlight is that he doesn't like the spotlight and he wants to be not in the spotlight, but I think that it is a miracle every time a film gets made, because there are so many reasons not to do it, but every time a film gets made it is a miracle. And I think it's due to you as an incredible brave producer that we are here. If it wasn't for him, we were not here. I love you, but let's make much more. Want deze schoenen, maar die gaan nu uit. Au, 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 au. De film is afgelopen en we zijn net even bij de afterparty geweest, maar het was zodanig druk, zoals jullie ook hebben kunnen zien, dat we er maar weg zijn gegaan, want
die stond echt op elkaar. En daar hou ik nooit zo van. Dus we gaan nu eventjes nog in de binnenstad kijken van Utrecht. En vertel je straks nog even wat over de film. Oké, we zijn inmiddels een behoorlijk stukje verder. Het laatste wat jullie hebben gezien is dat ik in het centrum van Utrecht liep. Op zoek naar een leuk tentje waar we nog even wat konden drinken. Omdat de afterparty van The Windmill Massacre echt ontzettend druk was. Wat natuurlijk op zich goed is. Maar ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Dus we zijn nog even wat gaan drinken in het centrum van Utrecht. En daarna eigenlijk ook gaan slapen. Toen ben ik helemaal vergeten het af te sluiten. Dus dat doe ik nu nog even. We zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik zal jullie nog laten weten wat ik van een film vond. Verrassend. En vooral Bart Klever, de man die ik ook geïnterviewd heb, de Nederlandse acteur eigenlijk, een van de weinigen. Die heeft een hele bijzondere rol. En ja, hij doet het ook gewoon echt ontzettend goed. Ik ben natuurlijk ook wel fan van hem. Ik ken hem ook nog uit tijd van Baantje, waar ik natuurlijk ontzettend fan van ben. Het is een ontzettend goede acteur die wij in Nederland hebben. En ja, hij staat nu tussen een internationale cast. Dus ja, het was heel bijzonder sowieso om de première mee te maken van deze film. Nederlands productie eigenlijk met een, zoals gezegd, in internationale cast. Dus het was bijzonder en leuk. Maar bij deze sluit ik deze vlog weer af. Ik zie je uiteraard weer bij een volgende video. Heb je je nog niet geabonneerd, doe het dan even, want dat is toch gratis. En als je het leuk vond, geef dan even een duimpje. Wat ik trouwens nog even wil zeggen is dat ik heel vaak vergeet mijn outfit te laten zien. Maar in Utrecht ben ik echt 4 keer verwisseld van outfit. A, omdat het heel warm was. B, omdat er verschillende gelegenheden waren. En ik het altijd leuk vind om op een, nou ja, als ik ergens anders heen ga, om daar dan ook eventjes een beetje op te kleden. Mocht je dat belachelijk vinden, laat me dat ook even weten. Maar ja, daardoor ben ik eigenlijk een beetje vergeten om te laten zien wat ik aan heb gehad. Ja, en dan nogmaals, ik sluit het hierbij af en ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Ja.